Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Het is vandaag de dag van de zorg. Vindt u dat er genoeg aandacht aan wordt besteed voor de zorgmedewerkers? Nee, ik denk het niet. Als je het mij niet had verteld, dan wist ik niet eens dat het vandaag de dag van de zorg was. Nee, ze hebben echt heel dikke pluim verdiend. Ze doen wat ze kunnen, ze werken keihard. En ze staan vaak ook met hun handen in het haar van wat moeten we ermee. Ze zien ze ook het grote verdriet dan wat er is van mensen die helaas toch sterven. Dat ze geen genoeg geneesmiddelen of wat kunnen hebben. Terwijl ze dan vaak zo'n schuldgevoel hebben van heb ik wel genoeg aandacht gegeven, heb ik wel genoeg zorg gegeven. Dus dat vind ik. Door de hele corona vind ik wel dat ze meer laten zien zeg maar, dat de zorg gewoon belangrijk is. Maar ik vind het wel jammer dat dat niet hiervoor al gebeurde. Weet je, mensen worden natuurlijk minder betaald, ze krijgen daarvoor niet de liefde die ze er nu voor krijgen, zeg maar. Eigenlijk wat ze nu allemaal doen, dat hadden ze al veel eerder moeten doen. En vooral vind ik dan voor de mensen die in de ouderenzorg werken, die laten natuurlijk al langere tijd weten dat het gewoon minder gaat daar. Dus ik vind wel dat ze daar wat meer aandacht aan moesten mogen geven, zeg maar. Niet alleen maar nu, maar dat moet gewoon altijd. Jazeker, zeker, waarom niet? Ja, ze krijgen genoeg aandacht, dat wel, maar eigenlijk nog meer, toch? Nee, ik weet het niet. Ze mogen wel wat meer in het zonnetje gezet worden. Ja. Vooral in deze coronatijd en zo. En op welke manier zou dat kunnen? Ja, dan vraag je me wat. Heb ik echt? Ik heb geen vrijwilliger. Ik ben zelf vrijwilliger in de zorg. Dus ik ben nu vrijwilliger bij het Rode Kruis. Dus daar kan je dan zeg maar voor aanmelden en dan word je gewoon opgeroepen als het nodig is. Vooral nu in coronavragen zie je natuurlijk best wel vaker dan normaal. En hier doen ze ook, hier bij het verzorgingscentrum doe ik ook nog wel eens als ze hulp nodig hebben met ouderenavonden of zo, weet je wel. Van die activiteiten die je dan kan doen, dat doe ik ook nog wel eens. Dus ja, ik weet niet, ik zou meer vrijwilligers oproepen denk ik of zo die dan mee kunnen helpen. Want daar wordt natuurlijk niks voor gevraagd. Dat is gewoon, dat doe je gewoon uit goedheid van je hart, zeg maar. Ja, eerst wel met de salarissen natuurlijk, dat lijkt me logisch. En ook en misschien meer vrijwilligers. Ja, ik ken de spelregels niet van hun. Maar ook die vrijheid voor hun, weet je, dat is genoeg vrijheid, laat me zo zeggen, dat is ook belangrijk. Ik denk nu met die coronacrisis dat we moeten weten dat we die mensen heel hard nodig hebben. En dat een applausje of een bloemetje niet voldoende is, maar dat je ze gewoon echt moet waarderen. Ook financieel gewoon, dat zo'n verpleegster echt minder werd betaald dan een andere persoon die nu thuis zit. Dat vind ik een beetje krom, terwijl we die heel hard nodig hebben. Ook de mensen die voor ouderen zorgen, mantelzorgers. Ik heb het in de breedste zin van het breedste. Ik noem het heel breed, hè. Niet alleen in het ziekenhuis, maar gewoon alle zorgpersoneel. Ik mag meer krijgen, wat mij betreft. En zorgt u zelf ook nog voor iemand? Nee, ik zorg voor mezelf. Moet wel. Alleen voor jezelf? Ja. Ja, en voor mijn moeder ook wel. Mijn moeder woont in Walhoek. Dus, Nee. Nee, niet ik weet. Nee. Nee, dat hebben we gelukkig nog niet nodig. Dus dat is wel voor ons wel heel erg geruststellend eigenlijk. Ik ben mantelzorger op het ogenblik voor mijn vriend. Want die heeft sinds 9 september een nieuwe knie. En hij kan dus nog niet goed op de fiets weg. En hij heeft ook CPD, dus hij is helaas soms gedwongen om een klein stukje rond het huis te lopen. En ik doe dus de boodschappen, ik zorg voor alles eigenlijk.